Goedemorgen! Het is alweer maandag en ik heb echt een misstapje begaan. Ik stop namelijk ook ineens uit zichzelf. Ik zou eigenlijk al mijn interactief college hebben voorbereid, maar dat heb ik niet gedaan. En nu zit ik met gebakken peren, want ik moet dat nu eraan doen. En het is echt meer dan ever. Het is echt letterlijk 4 pagina's lang met shit die ik niet begrijp. Moet maar even kijken voor de grap. Tabelletjes. Grafiekjes. Ja, daar is de meid niet goed in. Dus we gaan even kijken wat ik hier nog van kan maken voordat het college begint. Ik moet ook nog eten. Oh, jullie praten echt tegen niks. Wow, zo, daar ben ik. Ik moet ook nog eten, dus ja, haasten. En vanmiddag heb ik natuurlijk die fotoshoot voor medisch contact en arts in spe dus. Maar ik heb dus een oudje, maar het is eigenlijk een oudje om in te zitten. Weet je wat, het is leuk tot hier ongeveer. Ja, het is gewoon een leuk oudje, maar het is wel leuker als je zit dan als je staat. Dus nu eigenlijk moet ik ook nog een oudje even snel gaan krijgen voor als je staat. Maar daar heb ik geen tijd voor, want ik moet eigenlijk dit doen. En school is mijn prio, school is mijn prio, onthoud dat meid. Dus ja, dan moet ik eventjes eten te inknopen dat ik nu gewoon aan school ga zitten. En dan als ik tijd over heb, dan zoek ik nog een oudje. En anders skip ik het tweede oudje. Ik heb een koppijn. Het lijkt wel een grap. Echt. Zal ik migraine hebben? Nee. Nee, migraine is volgens mij echt heel pijnlijk. Nee, het is gewoon echt pijnlijk eigenlijk. Nee, het is geen migraine. Nee. Nee, dan doen mensen ook altijd helemaal zo. Dat is echt een hele slechte zaak. Maar dit is niet lekker. Ik heb eigenlijk niet zo heel vaak hoofdpijn. Even afkloppen. Maar ja, nu wel. Nu wel. Ik heb net het eerste interactief college gehad. En ik heb zoiets van, mag ik terug mijn bed in? Dus misschien ga ik dat ook wel even doen. Gewoon even lekker een half uurtje tukken. Nee, dat kan ik echt niet doen. Kan ik dat doen? Dat kan ik best doen. Nee, ik ga het niet doen. Maar ik ga wel even chillen. Ik ga even een kopje thee zetten. Even bijkomen. En dan ga ik weer verder. Want ik heb echt... mijn hoofd barst uit elkaar. Zelf net weer in een situatie gebracht, daar zeg je echt u tegen. Ik zei net dus dat ik hoofdpijn had. Nou, een paracetamolletje ingenomen. Ik dacht, ik ga even op de bank liggen. Gewoon even lekker. Dus ik heb mijn broeken los gedaan. Ik denk, oh ja, dat is chill, weet je wel. Je gaat opnieuw met je strak spijkerbroek even lekker liggen. Nee, dat ligt niet even lekker. Dus ik had gewoon even dat broekje los gedaan. Ik dacht, nou, goh. En toen ging de deurbel. Maar ik dacht, oh shit, straks gaat die weg. En dan heeft hij mijn pakketje. Dus ik liep daar gewoon naartoe. Ik pak gewoon een pakketje aan. En ik doe die deur weer dicht. En ik denk, shit. Mijn broek. Mijn gulp stond echt... Nou, het is een high-waist jeans. Echt open. Je zag gewoon mijn hele onderbroek. Wat een verschut. Die man zei niks. Ja, vind je het gek? Die dacht ook, wat een debiel. Oh, wat erg. Dit kan ook echt weer typisch alleen mij overkomen, hè? Oh my god. En ik heb die man vaker als postbode. Hij zal wel denken. Het is ook nog eens een beetje gekropt, dit topje. Oh, wat erg. Wat erg. Nou ja, broeien. Oh, echt verschut. Petje binnen. Maar ik heb niks besteld. Maar er staat wel mijn naam op. Dus het is van mij. Nee. En Jan heeft het al de hele tijd over een pakketje. Van ja, je gaat een pakketje krijgen. En dat vind je heel leuk. Nou, ik haat verrassingen eigenlijk. Oh. Hoi, mam. Doe je unboxing time zeker, of niet? Ja. Nee, toch? Oh, sorry. Oh, maar je mag wel meekijken. Nee. Ik ben hem live aan het unboxen. Oh. Oh ja, dus nu ben je er ook bij. Wat is dit, vrouw? Een stekker. Wat is dit? Wat is het, man? Dit is, zeg maar, als de rol is, uit of zo. Ja? Kan je instellen op warmte licht en... Oh. Oh ja. Je wat minder licht, wat meer licht. Ah, wat goed. Wauw. Oké, toen zijn ze aan het fotograferen, dus het is best awkward. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen, maar we maken er maar wat van. Als je dan nu wel frontaal bij mij zit. Wat dan? Lekker in het gras. Daar aan het foto's aan het maken. Dus ja, dat is het een beetje wat er gaan is. Dag. Ja.
Ja? Top. Gaan we overeind. Ik ben gesloopt. Het was wel echt super leuk. Maar het was een covershoot. Het was een shoot voor op de cover. Ja, wist ik veel. Ik dacht, oh, ik ga gewoon even zo zitten. Cheese, intism en bye. Nee hoor. We gingen heel houten door. Ik vond het echt wel leuk om te doen. Ik dacht, nou, als dit het leven is, mij wel bellen. Is best leuk. Was ik gewoon hele chille fotograaf, dus dat was gewoon prima. En nu moet ik nog heel snel eventjes een werkgroep voorbereiden. En dan kan ik eindelijk eten. Ik heb zo'n trek. Oh jeetje. Ik heb echt te weinig gegeten vandaag. Maar dat is mijn eigen schuld. Iemand zit mij te bellen. Wacht even hoor. Hallo, mijn Shannon. Dag Miranda Bramarlo. Goedemorgen. Maar, wat moet ik voor boodschap van mijn moeder? We moeten rijstje kip met groente eten. Gezellig, hè? Lekker resten. We kunnen ook een keer filetje gewoon bakken. Gewoon lekker bakken. Ja. Misschien beter. Ik heb er zo geen zin in, vrouw. Nee, ik ook niet. Maar hoe ging de shoot? Een koffershoot, zegt hij ineens. Nee. Ja, weet ik veel. Voor op de voorkant. Ik had gewoon de blouse aan. Het dispensertje. Nou, ik zal je vertellen, we zijn heel Castellum doorgegaan. We zijn heel Houten doorgelopen. Woe! Kort. Leuk liedje. Hoe heet dit? Lekker ranzig, ik hou daarvan. Morgen, het is alweer dinsdag en ik heb vandaag dus zo'n dag dat je heel veel dingen gepland hebt, maar letterlijk niks afkrijgt. Ik heb gewoon echt geen fut. Ik word helemaal gek van mezelf. Mijn concentratieboog is echt nog korter dan die van een eekhoorn. En ik word gewoon helemaal shaggy van dit blok. Ik vind het gewoon, ja, ik weet niet. Het trekt me gewoon niet. En ik weet dat het erbij hoort. Maar ik heb gewoon zo geen zin om er iets over te lezen. Het is echt verschrikkelijk. Ja, bah. Ik probeer de hele tijd iets te vinden van, oh ja, dit vind ik interessant. Laat ik hier even me in gaan verdiepen of zo. Oh, die lamp is wel echt op. Ik heb een nieuwe lamp. Heel chill. Maar verder heb ik echt iets van, laat me met rust, dit blok. Gadver. Maar ja, wel heel erg belangrijk. Dat begrijp ik. Maar ja, ik weet het niet. Het is het niet. Het is het niet, dit blok. Het is het gewoon niet. Wow, wat schaamde. Oh, Floris van Zanten. Ja, dit. Even kijken. Hallo. Yo, jullie hebben echt mega stukken. Ja, weet ik veel. Ik dacht, typ even lekker. Maar wat moest ik nou nog doen? Ik dacht, Frans, even iets in elkaar in een half uurtje. Kijk hoor. Ja, dat had ook gekund eigenlijk. Maar ja, ik was gisteren er toch al mee bezig. Toen dacht ik, ja, ik kan beter afmaken. Ik kan gewoon inleveren en ik ga vissen. Ja, ik ga echt in mijn broek plassen. Ik had hem ook echt zo snel gemaakt. Ja, maar dat komt omdat je dan gewoon moet plassen. Het is echt een dingetje hoor. Als je moet plassen, kan je gewoon niet concentreren. Het is echt heel irritant. Ja, ik kan daar ook echt niet tegen. Ik ga gewoon plassen. Jongens, er is net zoiets geweldigs gezet. De sportscholen. Oh, lamp gaat aan. Kom op, vriend. De sportscholen gaan open. Oh my god. Oh my god, ik ben zo blij. Ik ben echt zo blij. Maud en ik zijn helemaal door de dolle heen. Eindelijk weer naar de sportschool. Echt, je beseft half niet hoe blij wij zijn. Echt, echt blij. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Harmelen.
En vandaag ga ik een video opnemen daar. En ik heb een kort interview over waarom het zo fucked up is als jij de hele dag achter je bureau zit. En we hebben allemaal ervaren tijdens... Wow, gezellig, Tino erbij. Allemaal ervaren tijdens de COVID-tijd en nu nog steeds waarschijnlijk dat je gewoon met thuiswerken heel lang zit. Maar eigenlijk met studeren is er voor ons, buiten dat je colleges en werkgroepen online hebt, moeten we alsnog heel lang zitten om tentamenweken door te komen en te gaan blokken. Dus ik ga vandaag leren wat dan een betere optie is voor je rug en hoe we dat een beetje in stand kunnen houden. Dus we moeten wel een stukje rijden volgens mij. Hoe lang is het ongeveer? Nou, een half uurtje. Oh, prima. En we hadden het er net over, we willen eigenlijk met de camper op vakantie, hè? Ja, dat lijkt ons zo gezellig. Dat lijkt ons zo leuk. Ja. Dat is vervelend, ik kan dat ding niet neerzetten. Maar we willen dus met de camper op vakantie. Maar waar poep je dan? Ja, vaak af. Nee. Ik denk net als in een trein of zo. Nee, je poept wel. Je hebt zo'n septic tank, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar, ik vind het wel een beetje ongemakkelijk met z'n allen in zo'n punt dat ik even, nou jongens, ga even de vaat wassen. Maar mag je daar ook zitten dan? Ja. Mag je gewoon lopen in die camper? Zit je niet vast in de gordel? Volgens mij is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk blijft zitten. Maar je kan dus wel gewoon plassen of niet. Je feestjes laden. Ja, dat kunnen we doen. In plaats van gelijk naar Spanje. Marijs vanavond is een beetje zacht geworden. Ja, we moeten wat. Ja. Ben je blij dat we eten hebben. Maar ja, gaan we een keer proberen. Lijkt me wel leuk. Leuk, dus als jullie tips hebben. Ik hoop wel op de airco. Nou, dat zal wel toch zo. We hebben een vrouw met opvliegers, we moeten een airco. We moeten een airco. Ja, kan niet zonder hoor. Nee, dat wordt niet goed. Maar mocht je tips hebben voor ergens waar je een camper... Oh, er komt water van die caravan. Je zit natuurlijk te plassen. Of niet? Ja, dat loopt ze meteen uit. Oh jee. Wat is dit dan? Laat. Oh, dit is van daarboven. Condens of zo. Ja, denk het. We gaan er even langs. Maar mocht je dus leuke tips hebben of al een keer met een camper hebben gereisd. Wat? Gereisd? Let us know. We zijn benieuwd. Veert. We zijn er. Green screentje staat erachter. Dit is een beetje de filmsetting. Waar ze het een en ander opnemen. Ja, precies. Ja. Dat zaagt me echt enorm uit om erop te gaan staan. Ik word echt getriggerd daardoor. Zal ik het doen? Ik heb je opgenomen en nu kan ik vrij spelen. Zo lijkt het wel. Ik heb hier een bureautje. Deze is echt tof. Kijk. Mee kleren. Top dit. En nu staat hij op goede hoogte. En dit ding is ook leuk. Hier kan je dus op staan. En dan heb je een soort snowboard effect. Love this. Hier. Maar ik ben hier dus echt in een superleuke setting. En ze hebben dus een officebal. Die past hier gewoon helemaal hierbij. Dus ook in je mini-studentenkamer kan je dus gewoon hierop zitten. En het een beetje gezelliger maken. Dat is toch top. Ik vind het echt heel gezellig. En ik zal even van de zijkant filmen. Dan kan je dus zeg maar ook een beetje zien. Kijk, dus mocht je dan visite hebben, haal je hem achter je bureau vandaan en zet je hem gewoon hier zo. Oh, gezellig in het hoekje. Dit is toch leuk. Leuk. Wat gezellig. Oh jij. Oh nee, wat nu? Die zijn er toch op tegengekomen? Ja. Morgen. Vandaag is het donderdag, hemelvaartsdag. En ik ga vandaag een high tea houden met familie. Dus twee tantes en mijn kleine neefjes die komen. Dus echt vet gezellig. En zie je er lekker uit. Mijn moeder vindt dus dat ik eruit zie als een zoo-medewerker. Vreselijk. Nee, maar... Special delivery. Oh, echt veel te leuk. Gaan we meteen dan... Oh, wat leuk. Het is ook helemaal ingepakt. Ja. Oh, dit is echt gezellig. Helemaal leuk. Nou, laten we het even unboxen zo ook.
Wat lief, dankjewel. Geen probleem. Nou, super. Dus mocht je ook een special delivery willen, ga bestellen. Dus Lisa kwam net even dit pakketje brengen. Kijk eens hoe lief. Het zit allemaal... Oh, het is ook helemaal leuk ingepakt. En oh, kaartje erbij. Wat leuk. Super cute stickertje. Oh ja, ja, dit wilde ik echt. Ik loef dit. Mam, moet je kijken. Oh, leuk, hè? Gaaf. Ja, hij is echt helemaal top. Oh, wat vindt u ervan? Heel mooi. Oh, leuk. Oh, wat heerlijk. Zie je me al gaan. Geweldig. Ja, ik vind het ook een. Maar nee, helemaal niet. Maar wat was alleen al. Maar ja, weet je. Lekker met de kids. Is dat mijn intro muziekje? Ja. Holy shit. Blijf, hè? Huh? Ik denk, wat doe jij nou paniekerig, maar... Wow. Dit is... Oh my god. Ik wilde dus eigenlijk volgende week een challenge met mezelf doen. En dat is 10 uur op een dag studeren. Want ik loop enorm achter. En ik moet mezelf gewoon uitdagen. Dus ik dacht, nou weet je wat? Ik ga gewoon filmen. En we gaan gewoon 10 uur op een dag studeren. Dus ik heb zo'n app gedownload. Ik weet natuurlijk niet of het lukt. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik wil ook een beetje inzicht hebben in hoeveel studeer ik nou. En... dat een beetje vergelijken met mijn cijfers, zeg maar. Van, oh ja, want ik kan wel heel veel studeren. Maar als ik dus blijkbaar daardoor alsnog hetzelfde cijfer haal... dan is er dus iets mis in mijn methode, bijvoorbeeld. Dus ik ben daar gewoon een beetje benieuwd naar. Ik ben gesloopt. Ik had gisteren even een avondje geborreld. Nou, super gezellig, maar ik kan het niet meer aan. Ik ben zo gewend aan die avondklok dat ik nu gewoon gesloopt ben na 10 uur. Echt, mij niet bellen. Maar ik moet ook nog naar school, dus allemaal gezeik, hoofdpijn, blablabla. Maar wat wel leuk is, is dat ik de winnaar bekend heb van de VGT-cursus. En ik heb het op een briefje gedaan, even oldschool. En dat is dichtgeplakt, maar het is geworden Judith Pol. Nou Judith, van harte gefeliciteerd. Stuur mij even een berichtje of stuur een berichtje naar VGT-cursus met je gegevens. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat zo snel mogelijk het VGT-vragenboek jouw kant op kan komen. Voor de rest niet getreurd. Er komen nog veel meer leuke winacties aan. Dus doe alvast even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het gedaan hebt. Tot volgende week.